Hi, tof dat je kijkt naar Gear Talk. Een nieuw seizoen, een nieuwe host. Ik ben Zilver Schmitz, filmmaker en YouTuber. En vandaag is de gast Raylin Joey. Raylin, vriend, welkom. Tof dat je er bent. Thanks man. Ja. Leuk dat ik er mocht zijn. Tuurlijk. Als vriend, als filmmaker, als mens kijk ik enorm naar je op. Naar al je werk wat je maakt. En ik denk met mij heel veel anderen. Dus leuk om je wat meer vragen te mogen stellen. Je wat beter te leren kennen. Nou, ik ken je al best wel goed. Maar voor de mensen thuis denk ik leuk om wat meer achter die jonge guy te weten te komen die echt al mega vette projecten neerzet. Waar ik wel benieuwd naar ben, en vele anderen ook, is hoe dit voor jou is ontstaan. Wanneer ben jij begonnen met filmmaken? Waar is die passie uit ontstaan? Thanks man, allereerst. Ook voor de lieve woorden. Ik zat hier toevallig gisteren nog over na te denken. Ik zeg eigenlijk meestal tegen mensen dat ik ben begonnen met gewoon een iPhone'tje met wat vrienden, met mijn broertjes, kleine filmpjes te maken. Maar ik zat er gisteren dus even goed over na te denken. En eigenlijk heb ik, toen ik 10 was, van mijn ouders een soort kleine Rolly point-and-shoot camera gekregen. En dat was denk ik het punt dat ik voor het eerst een beetje ging nadenken over beeld, over perspectief, over kadrering, over licht. En ik maakte op mijn 10e verjaardag een trip naar Londen voor 3 of 4 dagen. En ik heb toen op die trip 1000 foto's gemaakt of zo. En toen heb ik aan het einde van de trip een fotoboek gemaakt. Waar ik al die foto's in had geplakt met bonnetjes erbij. En toen merkte ik voor het eerst van wow, dit is eigenlijk echt iets wat ik super leuk vind. Dus toen ging ik, zoals ik zei, met mijn broertjes en met Matties gewoon een beetje action movies maken. En gewoon in hoog formaat met een iPhone 4S een beetje experimenteren. En wat doet dat met je als je dat nu terugkijkt? Ik denk dat het best wel bijzonder is, omdat ik, als ik er nu op terugkijk, merk hoe vrij ik toen nog dingen ging maken. Hoe vrij ik met een idee kwam en dat gewoon maakte, hoe gek het ook was, of hoe slecht het ook was. Het was gewoon een soort heel natuurlijk maakproces dat begon bij, ik wil iets maken en ik ga dat maken. En het maakt niet uit of het niet werkt, of het goed is of niet goed is. Het gaat meer om echt die creative spark. En dat is wel fijn om dat te kunnen vergelijken met nu, waarop ik best wel kritisch altijd nadenk over, weet je wel, wat gaat werken, wat willen mensen zien, allemaal dat soort dingen. Ja, de meningen van buitenaf die worden op een gegeven moment ook belangrijk. Je gaat ook dingen voor andere mensen maken en niet alleen nog maar voor jezelf. Nou ja, gelukkig kun je dat nog steeds doen voor jezelf maken. Maar hoe ga je daarmee om als er veel druk op ligt vanuit andere mensen die iets te vinden hebben over hetgene wat jij moet maken? Grappig. Het is toevallig zo dat ik nu een beetje op een keerpunt zit waarop ik steeds meer feedback krijg van buiten. En ik zit dus nu inderdaad heel erg met soort van, hoe ga je daarmee om? Hoe blijf je bij jezelf? Hoe blijf je bij je eigen visie en het verhaal dat je wil vertellen? Hoe ga je ook niet te veel mee in die cijfers? Omdat je natuurlijk ziet wat werkt, wat niet werkt qua views of likes of whatever. En dat is gewoon een beetje een proces, denk ik. Hoe ik daar nu op dit moment in sta, is denk ik, ik probeer heel erg gewoon supergoed die balans te vinden tussen iets dat ik zelf echt wil maken. Maar natuurlijk is het ook wel goed om een beetje te kijken naar wat willen andere mensen zien en wat zou goed werken, wat pakt de aandacht. Blijft een soort zoektocht naar die perfecte balans altijd. Ja. Kan je een aangeven wanneer op ongeveer dat punt kwam voor jou, dat je overging van passie, vanuit je eigen creative spark, dingen maken naar hey, mensen gaan zien wat je maakt en je krijgt je eerste betaalde klussen. Hoe is dat pad voor jou gegaan? Want je hebt geen studie gedaan ook voor het filmen. Jij bent ook autodidact, alles zelf aangeleerd. Hoe heb jij dat pad bewandeld? Waar heb je inspiratie vandaan gehaald? Waar ben je, ja, hoe ben je zo goed geworden? Waar kom je vandaan? Dat. Thanks man. Ik heb mijn eerste betaalde klus gehad toen ik 15 was, denk ik. Ik heb toen een soort weekend gefilmd met wat vrienden, waar we een soort weekendtrip in Duitsland ergens deden. En dat helemaal gemonteerd en afgemaakt. En een vader van een meisje dat mee was, had die clip toen gezien, die video. En hij was toevallig een soort van eigenaar van een hotelbedrijf. Dus ik heb voor hem uiteindelijk mijn eerste video gemaakt. Hij had me benaderd en me gebeld van, yo, denk je dat je zoiets zou kunnen maken? Nou, toen, dat was dus de eerste betaalde klus. En toen merkte ik ineens van, wow, je kan hier gewoon ook een beetje geld mee verdienen.
dat was €200 op die eerste shoot. Maar vanaf dat moment moet ik wel eerlijk zeggen dat ik denk op het moment dat je echt betaalde dingen gaat doen en sowieso nog veel meer op een later tijdstip waarop je echt ook moet leven van het werk dat je gaat doen. Daarin komt wel denk ik de grootste switch. Dat je ineens overgaat van iets wat echt een passie is en een hobby is naar iets waar je echt afhankelijk van bent. En wat je moet doen om te kunnen overleven. Dus dat is wel het grootste keerpunt denk ik. Toen ik op mezelf ging wonen en merkte van ik heb ineens een huur die ik moet betalen en ineens allemaal lasten. Nou, dan neem ik toch wel even die job aan die ik misschien niet heel graag zou willen doen of waar ik geen creatieve vrijheid heb. Dan is het heel moeilijk om weer terug te komen in die juiste balans. Ja, dat snap ik. En als je terugkijkt naar alle projecten die je hebt mogen doen, is er eentje die er voor jou echt met kop en schouders bovenuit steekt waarvan je denkt, dat was echt het einde. Dat was gewoon precies die klus waar ik die creative spark weer had, maar ik het toch voor, dat ik er wat voor betaald kreeg, is daar een perfecte match geweest al eigenlijk, die perfecte balans? Ja, en het is grappig, want het is ook die klus die wij samen hebben gedaan. Die jij hebt die beat, die ik had geregisseerd. Dat was een job voor Ferrari in Frankrijk. Daar had ik eigenlijk best wel lang voor voorbereid. En toen anderhalf week van tevoren gehoord, oké, we moeten het toch anders doen. We moeten een ander verhaal, andere kant op qua verhaal. Kun je nog in een korte tijd soort van nog wat aanpassen? En kunnen we nog toch met wat minder budget of met wat andere eisen, kunnen we daar wat mee? Dus toen in die week heb ik echt gewoon dagenlang achter mijn Milanote-bord gezeten. Dat is het programma dat ik gebruik voor de pre-production. En heb ik daar een beetje een verhaal in elkaar gezet. Uiteindelijk een team bij elkaar verzameld. Jij had nog een FPV-pilot erbij gehaald. En zijn we uiteindelijk met een stuk of vijf man misschien, zijn we naar Parijs gegaan. En de audio-mannen natuurlijk nog. En zijn we daar een soort van een avontuur van 5 dagen begonnen, waarin we echt gewoon tot diep in de nacht doorgingen en dan weer de volgende ochtend om 4 uur op. Maar dat was zo'n soort van, ik voel het ook heel erg in jou, een soort, we willen gewoon even iets neerzetten waar zoveel passie en creativiteit in zit en waar, ja, we waren ook best wel vrij in dat maakproces. Wat gewoon even een soort next level is voor ons. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld was van die perfecte balans eigenlijk. Want het was super vet wat we deden. Er werd wel heel veel van ons gevraagd, want we hebben echt een week lang ons echt keihard gewerkt. Vroeg opstaan, laat naar bed, soms zelfs bijna niet geslapen. Maar op een of andere manier was je na die week toch zo voldaan en zo blij met wat je gemaakt had. Dus dat het niet alleen maar energie van je zuigt, maar ook een soort van teruggeeft weer. Het is echt een boost. Maar je zegt heel kort een klus voor Ferrari in Frankrijk. Maar kan je iets meer vertellen over wat voor een ziekelijk project dat was? Want ja, geen idee of de mensen thuis dat gezien hebben, maar heb je het niet gezien, ga het even checken, Ferrari 5, want het is echt een gruwelijke film. Waar gaat de film over? Wat is het te zien? Nou, ik ben dus eigenlijk een soort van begonnen als carspotter. Dat is ook vooral een punt waarop ik heel erg verliefd werd op auto's. En op die dynamiek tussen een prachtige body van een auto en het snelle rijden en beelden die in elkaar overvloeien. En toen ik die Ferrari-klus binnenkreeg, hoorde ik dat zij eigenlijk 5 auto's wilden filmen. Waarvan ik eerst nog niet wist wat het was. Maar toen een week van tevoren hoorde ik ineens dat het de Ferrari 5 zijn. Bijna. Eentje is net ietsjes anders. Maar dat betekent eigenlijk een soort van 1 hele bijzondere auto. Wel meer dan 1 miljoen. Een hele bijzondere Ferrari uit een bepaald tijdperk. Uit een bepaalde generatie. We hadden een 288 GTO, een F40, een F50, een LaFerrari en een SP2 uiteindelijk. Dat hoort eigenlijk een Enzo te zijn, maar nou ja. Anyways. Who cares? super, super dik. Als ik toen ik klein was, zeg maar, had geweten dat ik zo'n kans zou krijgen, dan was ik helemaal geflipt. Dan was ik echt over de moon geweest. Omdat dat wel, dat zijn auto's die je echt niet zomaar ziet rondrijden. En daaromheen hebben we dus een beetje een verhaaltje gebouwd waarin we vertellen over een jongetje die een soort hele grote passie, liefde heeft voor auto's en die uiteindelijk een Ferrari dealer binnenloopt en dan
begint te dromen over hoe hij later groot is en zelf een Ferrari rijdt. Nou, dat verhaaltje hebben we een beetje uiteindelijk afgemaakt. En met een kleine twist aan het einde met een meisje dat ook die passie deelt met hem. En die film werd uiteindelijk laten zien op de opening van Ferrari in Frankrijk. Op de grootste locatie in Europa. En ja, dat was ook gewoon over het algemeen echt een hele bijzondere ervaring. En ook f***ing vet. Of mag ik schelden? Super vet. En ook super vet dat wij dat konden delen samen. Ja, ik ben er nog steeds ook mega dankbaar voor dat ik mee mocht op die trip. En dat brengt me eigenlijk ook wel meteen bij een volgende vraag. Want je zei het al, je hebt die hele klus eigenlijk aangenomen. Je hebt de preproductie gedaan, je hebt geregisseerd. Je hebt mij het filmwerk grotendeels laten doen. Maar dat is niet per se alles alleen wat je doet. Je regisseert niet alleen, je filmt ook, je edit ook, je doet de color grading. Eigenlijk ben je een allround filmmaker. Je kan eigenlijk alles echt mega goed. Heb je één specifiek onderdeel wat jij het vetst vindt? Is er één ding waar je in zou willen specialiseren? Of is het juist iets van, ik wil het allemaal blijven doen en mijn kindje alleen voor mezelf houden? Ja, niet alleen voor jezelf, maar bedoel ik van, ja. Goeie vraag. Nou kijk, ik ben eigenlijk denk ik met filmmaken begonnen en ik ben het blijven doen. Omdat ik op zoveel verschillende manieren met film me kan uiten. Weet je wel? In de edit ben je bezig eigenlijk met ritme en met muziek en sound effects. Hoe kan ik dat in elkaar plakken? En dan ben je weer met cameravoering, met kleur bezig en licht. En er zijn gewoon heel veel verschillende creatieve manieren waarop je jezelf kan uiten. En ik vind het daarom super lastig om te kiezen, natuurlijk. Omdat ik juist zo hou van het samenkomen van allemaal verschillende creatieve processen. Maar als ik zou moeten kiezen, zou ik wel willen regisseren. Vooral omdat je daar als regisseur eigenlijk ook, wat je doet is, je houdt al die touwtjes in je hand en je gaat een beetje iedereen richten naar jouw visie. En met mensen samenwerken om toch nog wel een beetje jezelf te uiten op al die creatieve vlakken. En als je dat samen met andere mensen kan doen, dat is natuurlijk het beste. Als je dat kan delen, die passie met andere mensen. En dan kan je misschien zelfs ook de dingetjes die jij misschien minder leuk vindt om te doen, of moeilijk vindt om te doen, of minder goed kan, uitbesteden aan mensen die daar weer in excelleren natuurlijk. Ja. Ja. En soms combineer je dan dus ook het regisseren met het editen. Bijvoorbeeld bij Ferrari 5 heb je de regie gedaan, maar heb je ook de hele edit gelegd. Ja. Hoe lang ben je met die edit bezig geweest? Volgens mij is dat echt een gruwelijk groot werk geweest. Ja, dat was echt wel een heel lang editproces. En vooral ook omdat ik er best wel van hou om een soort skelet te hebben van mijn verhaal. Zodat ik, weet je wel, we shooten iets en zodra we dat hebben geshoot, dan weten we dat het al staat. Maar ik hou er wel weer van om daaromheen nog bij te schieten en dingen uit te proberen. En ook op set de vrijheid te nemen om gewoon wel even iets anders te proberen. En dat maakt het editproces wel meer een soort zoektocht van hoe de f***. Nee, hoe, how the hell ga ik hier soort van een kloppend verhaal van maken? Maar dat vind ik ook vet aan dat editproces zelf. Dus dat ik op set iets kan bedenken. En dan dat ik daar eigenlijk in mijn hoofd al een beetje in de edit op door kan gaan. En dat er dan achteraf ontstaan er dingen die eigenlijk niet zomaar zouden ontstaan. En dat is misschien wel een heel mooi bruggetje naar een ander project wat je hebt gedaan. Waar je volgens mij heel veel hebt voorbereid, maar uiteindelijk alles in de prullenbak hebt gegooid. Je bent naar Marokko geweest, daar heb je een travelfilm gemaakt. Ik denk dat dat een film is die heel veel mensen gezien hebben, waarvan heel veel mensen jou ook kennen. Kan je wat vertellen over dat project? Waarom ging je naar Marokko? Waarom koos je voor Marokko? Wat was de opdracht? Of ja, waarom was je daar? Ja, ik kreeg vanuit Sony de vraag of ik met hun nieuwe camera, ik wist toen nog niet wat het ging worden. Nou, dat bleek dus uiteindelijk de ZV-E1 te zijn. Die hebben we hier voor ons. Ik wist toen dus, zoals ik zei, nog niet echt wat het ging worden, maar toen ik een paar dagen van tevoren ineens de camera in mijn handen had en zag dat het een full-frame sensor had en we hebben het er zo nog wel over, maar allemaal andere specs in zo'n super kleine body, toen dacht ik van oké, this is the time to om echt even te kijken hoe ver ik dit kan pushen. Het begon eigenlijk bij Noorwegen, dit idee, want ik wilde heel graag een soort van een plek uitkiezen die misschien mensen nog niet zo vaak hadden gezien of die een beetje iets aparts had waar,
waar ik op avontuur ook kom. En Noorwegen bleek uiteindelijk een beetje te duur te zijn en te veel gedoe. Dus had ik voor Marokko gekozen. En ik had daarvoor inderdaad echt dagenlang voorbereid en uiteindelijk een guy meegenomen die ik ook helemaal niet van tevoren kende. En toen echt een dag van tevoren besloten van, weet je wat, we cancelen de hotels, we huren gewoon een auto en we gaan echt letterlijk een beetje op avontuur uit en kijken gewoon wat er gaat gebeuren. En het was ook super fijn dat vanuit Sony ik daar echt een beetje wel de vrijheid voor kreeg, wat super tof was. En toen zijn we, zoals ik zeg, we hebben een auto gehuurd en we zijn op pad gegaan. En hebben gewoon een beetje, ook samen heel veel, ik dus met Carmel David, die mee was, super leuke guy ook. Hebben een beetje gefreestyled en als we wat hadden gefilmd overdag, toen gingen we er 's avonds even naar kijken en bespreken van oké, wat kunnen we hier uithalen, wat kunnen we hier aan toevoegen om het verhaal een kant op te sturen. En eigenlijk werd na dag 4 of zo duidelijk dat we het over de video zelf, dat we die kant op gingen sturen. Maar dat was helemaal niet duidelijk aan het begin. Het was echt een soort zoektocht naar wat werkt en wat voelen we op dit moment. En Marokko was ook wel echt een locatie waar alles zo nieuw aan voelde en bijzonder. En alles voelde echt als een andere wereld. Dus dat überhaupt, dat we een beetje uit onze comfortzone werden gegooid. Dat was vet. Dat werkte goed, denk ik, voor zo'n project. Die film was waarschijnlijk ook nooit zo geworden en zo raak geweest qua gevoel en qua sfeer als je alles van tevoren geschript had. Want dan had je gefilmd wat je van tevoren gedacht had, terwijl je er misschien nog nooit geweest was. Ja. Dan had je misschien een hele andere film gemaakt dan nu. Klopt, ja. Je bent dus op pad geweest naar Marokko met de ZV-E1. Kan je wat meer vertellen over de camera? Ik heb hem nog nooit gezien, ik heb hem nog nooit mee gefilmd. Ik heb alleen gezien wat je ermee kan en dat blijkt heel veel te zijn. Als je mij gezegd had dat het met een FX6 of een FX3 gedraaid was, had je ook geloofd. Wat was je eerste indruk toen je hem gebruikte? Ik wist van tevoren niet wat voor een camera het ging worden. Ik had een beetje gehoord dat het een camera was die iets meer gericht was op vloggers en at-home filmmaking. Maar toen ik zag dat die zo klein was, toen schrok ik eerst even van oké. Dat gaat wel waarschijnlijk APS-C zijn en best wel veel beperkte features en een hele snelle overheating of zo. Maar uiteindelijk bleek die echt bomvol te zitten met allemaal features. Waar ik echt super blij mee was, vooral voor zo'n trip waar je heel veel verschillende dingen zoals autofocus of full frame of noem maar op. Ik ga er zo nog wel wat meer op in, waarop je die gewoon heel erg goed kan gebruiken. Als je op reis bent en je lekker flexibel moet zijn. En het is natuurlijk echt een super kleine body met een flip-out screen, tilt screen, whatever you want to call it. En het feit dat deze 10-bit, 4K, zelfs 120 frames kan shooten is gewoon is crazy. Eigenlijk is het gewoon te bizar dat ze dat zo niet wegzetten als een soort vlogcamera. Want je kan er eigenlijk veel meer mee dan alleen maar vloggen. Dat is echt zo. Als je weet wat je doet tenminste. Nee, het is echt zo. Je hebt S-log. Profiles, je hebt gewoon eigenlijk alle pro features die je ook in een FX3 hebt, heb je nu hierin. Maar dan in een kleinere, flexibele body. En ook met een nieuwe mic op de bovenkant, die echt ook heel erg goed was. Al het geluid wat je ook in film hoort, is allemaal met de mic zelf opgenomen. Al het foliegeluid. Wat is foliegeluid? Kun je het even uitleggen voor de mensen thuis die dat niet weten? Maar eigenlijk moet ik niet folie zeggen, want dat is omgevingsgeluid dan misschien gewoon. Ja. Alle roomtones en als je een car voorbij hoort rijden, dan is dat allemaal met de internal mic opgenomen. Ik was over het algemeen echt super verrast over sowieso de size, hoe compact die is en hoeveel features die dus heeft in zo'n kleine body. En ik ga echt niet snel een soort van een hele technische review van een camera maken en hem zo aanprijzen. Als ik niet echt oprecht denk dat dit wel echt een gamechanger was op dat gebied. Ik denk dat je video het perfecte bewijs is om te laten zien wat je met zo'n kleine camera kan doen.
Jij weet wat je doet. Jij weet hoe je de beste kwaliteit kunt halen uit zo'n camera. Dus misschien voor de mensen thuis wel nice om te weten welke settings je een beetje gebruikt. Als in, misschien om te beginnen qua kleuren. Want daar bedenk je natuurlijk aan de voorkant al een beetje welke settings je daar het beste voor kunt gebruiken. Waarschijnlijk zijn je al in log geschoten. Mm-hmm. Wat zou je aanraden als je het meeste uit je kleuren wil halen, om welke settings je dan moet schieten? Ja, ik zou dan sowieso S-Log3 aanraden. Sterker nog, S-Log3 Cine, en dat kleurprofiel specifiek. Daar hou je gewoon echt het meeste dynamisch bereik uit. En die Sony profiles die zijn ook met de jaren best wel veel veranderd. En misschien was het eerst S-Log2 dat minder noise had bijvoorbeeld. Maar inmiddels hou je hier wel echt het meeste uit, vind ik. Maar je moet natuurlijk wel een beetje de basics van color grading onder de knie hebben. Het helpt heel erg als je een conversion LUT hebt. Die je profiel van een log color space naar een Rec 709 color space transformt. Klinkt heel ingewikkeld, maar uiteindelijk is het gewoon dat je simpelweg een grauw beeld, een grijs beeld, transformeert naar een normaal gekleurd beeld wat al de juiste contrast en saturatie levels heeft. En vanuit daar kan je echt doorgaan met de color grading. En dan doe je eigenlijk eerst color correction en dan de grading. Dan geef je het een look. En voor Marokko was het best wel ook, toen we daar waren, werd het best wel snel duidelijk dat er één hele mooie soort van diepe oranje kleur heel veel terugkwam in kleding van mensen, in de omgeving, in de woestijn, in heel veel dingen. Dus het leek me vet om dat een beetje een soort dominante kleur te laten zijn. Die dan af en toe, die af en toe een beetje contrast geeft met een blauw kleur of iets wat een beetje, aan de andere kant van de kleur scale zit. Ja, super cool. Dus eigenlijk gewoon dingen die je daar opvielen hebt gebruikt om jouw film uiteindelijk te gaan maken. Dus die kleuren, maar ook het licht heeft jou geïnspireerd, de schaduwen. Kun je daar wat over vertellen? Want dat is een beetje de voice-over ook die onder de film zit. Volgens mij heb je hem zelf ingesproken ook. Ja. Cool hoe je dat ook altijd doet. Super mooi die intonatie en je wordt echt meegenomen in de film. Thanks, man. Ja, hoe komt dat tot stand in jouw hoofd? Hoe bedenk jij opeens van, hé, deze kleuren zie ik, deze lichten, deze schaduwen. Wanneer komt dat samen? Is dat op die trip? Is dat daarna? Of wanneer gebeurde dat? Nou, ik vind dit eigenlijk het meest bijzondere aan zo'n soort travel project doen. Omdat je meestal, zoals ik zei, dus kom je op een nieuwe locatie die helemaal onvertrouwd voelt. Je wordt volledig uit je comfortzone gehaald. Vooral in een land zoals Marokko, waar er ook echt heel veel mensen bijvoorbeeld echt heel erg in armoede leven of leefomstandigheden zijn volledig anders. Dus je kan eigenlijk niet anders dan de hele tijd je ogen open hebben en luisteren en kijken naar wat er om je heen gebeurt. En als je je daarvoor openstelt om je ook te laten beïnvloeden door een kindje dat naar je toe komt en vraagt van wat doe je met die camera, wil je me even filmen? Een man die we tegenkwamen op het strand die iets vertelde over zijn neef die paarden had en dat er daar dan in mee ging. Gewoon dat je heel erg jezelf gewoon openstelt voor een soort hele open houding hebt voor wat er ook komt. Ik ga erin mee. Als het past bij het verhaal, dan super. Als het niet past, dan gebruik ik het niet. Gewoon een soort bijna relaxte houding ook. Weet je, niet te serieus nadenken over oké, dit moeten we nog en dit moeten we nog, maar het echt een soort creatieve reis laten zijn. Klinkt een beetje vaag, maar uiteindelijk is dat gewoon, was dat voor dit project denk ik de perfecte route. Ja, bijna alsof wanneer je dus openstelt dat die inspiratie bijna vanzelf naar je toe komt. Dat is eigenlijk wat je probeert te zeggen. Inderdaad, want ik had dus van tevoren natuurlijk alles voorbereid, maar ik merkte dat je daardoor ook heel erg in een soort hoek gaat duwen. Dus toen alle plannen uit het raam gegooid. En uiteindelijk denk ik wel dat ook heel veel dingen in de edit nog gebeuren. Dus dat ik daar ineens, als ik echt een paar dagen in die edit zit, dat ineens per ongeluk een clipje voor een andere komt en ik merk van, dit past best wel goed, dit werkt best wel goed. En dan ga ik daarin door of verander ik iets anders weer. En dat er dan, zoals ik zei, kleine momenten keerpunten in het verhaal zijn die ik wel van tevoren bedenk, die wel echt een beetje houvast geven. En daaromheen kan je gewoon een beetje dansen, een beetje flexibel zijn, een beetje experimenteren. Cool. Ik vind het heel bijzonder hoe je daar een soort van
juist door eigenlijk een beetje onzeker te zijn in wat je precies gaat maken, eigenlijk iets veel mooiers maakt dan wanneer je dat echt helemaal dicht timmert van tevoren. Ja, ja, ik denk dat dat ook wel heel erg komt doordat ik wel gewoon heel veel heb gemaakt inmiddels. En zodra hoe meer je maakt, heel veel mensen vragen ook van, weet je, hoe kan ik beginnen of hoe word ik beter of hoe... En uiteindelijk gaat het wel echt om gewoon zoveel mogelijk maken. En als je niet gaat maken en YouTube-video's kijkt zonder echt zelf bezig te gaan, dan word je ook niet echt beter. En waar ben je naartoe onderweg? Wat is jouw droom? Als in Filmacademie is het dan dus voor nu in ieder geval eventjes niet. Misschien staat die deur nog op een keertje voor een tijdje. Ja. Maar waar heb je daar een soort van duidelijke visie voor? Voor de buitenwereld lijkt dat misschien soms alsof jij alles helemaal op orde hebt, weet wat je wil, je hebt f***ing vette klussen. Neem eens mee in jouw hoofd. Wat zijn jouw dromen nu nog? Wat is die volgende stap weer, zeg maar? Ik denk dat ik vooral op korte termijn in ieder geval gewoon wil blijven maken. Ik denk dat het op lange termijn wat meer overzicht wil behouden. Dus inderdaad misschien een bedrijf starten of een agency of een community opbouwen. Wat iets meer ook, waar ik iets meer werk met een vast netwerk van mensen. Mm-hmm. Waar we echt een team, zoals ik zeg, een community hebben van jonge, getalenteerde mensen. En dat dat echt een beetje een soort clubje wordt. Ik merk ook dat best wel veel mensen natuurlijk dat, weet je wel, Sjoerd of een Chris of jij ook, denk ik, die ambitie hebben natuurlijk. Omdat mm-hmm. uiteindelijk geeft dat community gevoel wel echt een soort... directe feedback en gevoel alsof je anderen echt inspireert en meeneemt. En ik heb dat natuurlijk bij jou gezien, bij jou. Bij de bitterzoet screening, waar echt 150 mensen waren en wat echt een groot succes was. Dat heeft me ook heel erg geïnspireerd om een beetje wat meer daarover na te gaan denken. Want filmmaken, en vooral nu dat ik met YouTube ben begonnen, dat is uiteindelijk best wel een eenzaam beroep, natuurlijk. Want vooral als je een beetje allround filmmaker bent. Dus ja, zodra je wat meer met mensen gaat samenwerken en daar ook echt een beetje echt een systeem en een structuur voor opbouwt, dan kunnen er denk ik hele mooie dingen ontstaan. En ik vind het juist vet dat jij dan je eigen ding gaat bouwen. En Chris en Sjoerd en ik dan ook. En dat we daar elkaar gewoon in kunnen helpen. Mm-hmm. En dat netwerk aan elkaar kunnen delen. En zo ook samen veel sneller kunnen groeien. Van elkaar fouten kunnen leren. En dus zoiets zou ik sowieso heel graag willen bouwen. Dat komt er denk ik wel aan. Volgens mij heb je er al een hele mooie fundering voor gelegd. Ja. Ja, ik denk dat daar YouTube ook een hele goede basis voor wordt uiteindelijk. Ik wil gewoon graag dingen met mensen delen en andere mensen op nieuwe ideeën brengen, op creatieve inspiraties brengen. Dat heb ik ook een beetje wel ontdekt nu met YouTube, denk ik. Dat ik ineens doorhad van hoeveel mensen er eigenlijk zijn die een soort drang hebben om zich op een bepaalde manier te uiten, creatief te uiten. En ik denk sowieso met de apparatuur die we inmiddels hebben, dat je alleen al in zo'n super kleine body, dat die zo powerful is. Uiteindelijk wordt die drempel alleen nog maar lager. Dus je kan gewoon, als je inmiddels een idee hebt voor een film of een commercial of een verhaal dat jij wil vertellen, dan kan je dat gewoon maken. Er zijn geen excuses meer om niet meer te maken. Precies. Zelfs met je telefoon kan je al hele vette dingen. En nu met zo'n ZV-E1 bijvoorbeeld, kan je dus eigenlijk al gewoon professionele lenzen ook daarop gebruiken. Want er zit geen vaste lens op. Je kan gewoon de G-Master lenzen, alle lenzen van Sony kun je er eigenlijk opzetten. Jij hebt twee lenzen gebruikt op jouw trip naar Marokko. De 2405 f4 en de 70-200 f2.8. Als ik met jou samenwerk, dan ben ik een soort van omvergeblazen van wat voor een plaatje jij kunt maken met die 2405. Ik denk dat heel veel mensen die lens al heel snel afschrijven, omdat het een f4 lens is. Mensen zijn altijd op zoek naar die 1.8, naar dat scherpte, diepte. Maar de plaatjes die jij uit die lens trekt, dat is gewoon... ja. Super mooi, high-end. Niemand die het er aan af kan zien dat het maar met een F4 lens is geschoten. Kan je vertellen waarom je die lens zo fijn vindt? En of je een bepaald trucje hebt wat je toepast of hoe je dat voor elkaar krijgt? Ja, ik draai die lens eigenlijk gewoon om en dat is de trick. Het is dus eigenlijk echt een super krachtige lens. In heel veel verschillende aspecten.
sowieso de beeldkwaliteit, super scherp en bijna een beetje te perfect. Maar dat kan je natuurlijk met filters of met in de grading nog, of met andere visual effects nog een beetje aanpassen, een beetje zachter maken. Maar je hebt die IBIS, in-body image stabilization, die echt super goed is en net soort van een beetje meer dat zware high-end camera gevoel geeft, wat echt vet is. Plus je hebt gewoon zo'n grote range van 24 tot 105 mm. Waardoor je, als ik op een shoot ben, dan kan ik een bijt pakken en heel snel binnen 1 seconde zit ik er super dicht op. En die F4 is uiteindelijk, omdat die camera's zo lichtsterk zijn inmiddels. Ik bedoel, deze ZV-E1 heeft zelfs ook een dual gain ISO. En de tweede start op 12.800, wat gewoon bizar is. Dus dat F4 wordt steeds minder belangrijk. En vooral als je, natuurlijk heb je wat minder scherpte diepte, maar uiteindelijk als je best wel ver inzoomt, heb je ook die compression, die background compression. En meestal bij die high-end camera's, zoals bijvoorbeeld een Sony Venice, die hebben gewoon een super grote sensor, waardoor er een bepaalde soort afstand komt tussen je onderwerp en de achtergrond. Hoe groter de sensor, hoe meer je dat background separation gevoel hebt. En met zo'n lange lenses op 105 mm heb je al echt superveel compression en background compression. En voor mij, mijn gevoel, het maakt het beeld natuurlijk wel wat platter, maar je krijgt wel een soortgelijk gevoel, een soortgelijke dieptegevoel door zo'n lange lens. Dus daarom, over het algemeen is dit gewoon voor de prijs en voor de features, de in-body image stabilization, de vormfactor, de autofocus die super goed is. Gewoon een toplens. En dat zeg ik niet snel. Dus ja. Ja, ja, eigenlijk dus gewoon een soort van perfecte, compacte setup voor een beginnende of gevorderde filmmaker eigenlijk al. Alles in één heb je met deze setup. Ja, ik zou wel graag een 2.8 versie willen zien. Ik weet niet of dat überhaupt mogelijk is. Of de lens dan zo groot ineens moet worden, maar dat is wel. Ik moet wel zeggen dat het mijn favoriete lens is, ja. Maar je hebt de 70-200 ook gebruikt. Kan je aangeven wat ongeveer in percentages hoeveel je de ene lens en de andere gebruikt hebt? Is het dan 99% deze en echt alleen wanneer je hem nodig hebt pak je deze erbij? Of hoe vaak heb je deze gebruikt? Ja, ik zou zeggen 15% tegenover 85. Deze lens is dan weer een soort van super fijn als je wat meer op afstand mensen wilt filmen. Vooral als je in een plek bent, zoals in Marrakesh bijvoorbeeld, waar al die mensen zijn echt gewend dat er elke minuut iemand langskomt en een foto van hun maakt. En ze zijn eigenlijk bijna geïrriteerd dat de hele tijd gebeurt. Dat snap ik ook. Mm. Maar daarom is zo'n super lange lens echt heel erg fijn. Omdat je dan gewoon vanaf een afstand je ding kan doen, die mensen kan vastleggen zonder te dichtbij te komen. En achteraf vraag ik meestal gewoon, vind je het goed als ik dit gebruik voor mijn film, voor mijn YouTube-video? En dan laat ik het shot even zien. En dan, als ze ja zeggen, dan ja. Als ze nee zeggen, gebruik ik het toch, want who gives a... Nee, sorry, die moet eruit. En als ze ja zeggen, dan top. Soms vraag ik het ook van tevoren even of ik ze mag filmen, of ik ze mag vastleggen. Dan voelt het sowieso wat natuurlijker en dan pak ik die 2405 bijvoorbeeld. Dan kan ik wat closer, voelt het misschien wat intiemer. En die 70-200 Mark II die ik mee had genomen, dat is natuurlijk eigenlijk wel best wel een grote lens, vooral op zo'n kleine body. Maar ja, de compression die je daaruit krijgt en vooral op 2.8 is sowieso echt heel erg mooi. Soms fotografeer ik ook, steeds minder, maar daar is deze lens ook oprecht heel erg fijn voor. Gewoon omdat, zoals ik zeg, je hebt die super mooie compression, je hebt heel veel scherpte diepte, super goede autofocus. Plus, wat best wel weinig mensen echt snappen, volgens mij, bij deze. Ik ook aan het begin niet, maar ik heb het toen opgezocht en toen kwam ik erachter. Dat deze dus ook optical image stabilization heeft. Ik zei net IBIS trouwens bij deze, maar dat klopt helemaal niet. En dat je ook verschillende modes hebt voor die stabilization. Dus bijvoorbeeld als je zit te pennen, dan zet je hier een andere mode op. Volgens mij is het dan mode 2 of 3. Kijk, ik weet het toch niet zo heel goed. Maar je hebt in ieder geval heel veel verschillende opties en
instellingen die uiteindelijk je beeld nog net iets verfijnder kunnen maken. Wat super fijn is. Plus je hebt bij deze, heb je natuurlijk als je in- en uitzoomt, verandert er hier niks. Als je hier filters op hebt zitten of whatever, er gaat niks draaien of veranderen. Het is gewoon super, voor 200 mm, voor 70 tot 200 mm, super compact. En, licht ook. Ja, ook echt super licht inderdaad. En je hebt ook die f-stop ring erop natuurlijk. Het is gewoon echt wel een top lens. Cool, dus dit was eigenlijk de setup. Deze twee lenzen had je mee, de ZV-E1. Ik neem aan dat je je camera nog wat andere gear had zitten. Zijn er nog dingen die we niet mogen vergeten wanneer we gaan filmen? Accessoires, lensfilters had je het al over. Zijn er dingen die aan jouw stijl echt kenmerkend zijn die je altijd gebruikt? Sowieso dus ND-filters. Als je dat nog niet weet, zoek het maar even op. Super belangrijk om je sluitertijd consistent te houden en echt een beetje dat natuurlijke motion blur gevoel te geven. Je kan er ook mee spelen, hangt er vanaf wat je wil vertellen, wat voor gevoel je wil overbrengen. Als je bijvoorbeeld een veel lagere sluitertijd gebruikt, kan je ook een heel interessant effect creëren. Dat leg ik ook allemaal een beetje wat meer uit, daar ga ik wat dieper op in mijn YouTube video. Subtle plug, even tussendoor. Check het even allemaal. Waar ik een beetje een soort behind-the-scenes video breakdown heb gedaan van de hele trip en van de technieken die we hebben gebruikt. En hoe ik het equipment heb gebruikt, hoe ik autofocus heb ingesteld, allemaal dat soort dingen. Dus overall echt een super fijne lens. En buiten dat, qua camera-apparatuur of accessoires, heb ik sowieso altijd een statiefje bij me. Voor timelapses of... Stel, ik wil mezelf even filmen of whatever. Gewoon een klein, compacte Manfrotto statiefje. Verder ook schiet ik ook best wel vaak met een Promise filter. Omdat, zoals ik zeg, dat haalt gewoon net een beetje dat digitale randje eraf. Ik hou er ook niet van als het te veel gebruikt wordt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik bij dit project zaten we tegen het randje aan. Met hoeveel mist erop zat, zeg maar. Maar zoals ik zeg, dat geeft wel gewoon een beetje meer een soort organic filmic look. Verder qua accessoires. Nou, ik heb de interne microfoon gebruikt, zoals ik zei. En wat batterijtjes voor on the road. En genoeg kaartjes. Verder, en over de batterijen gesproken, zijn die ooit ook nog te warm geworden? Of viel dat mee? De camera zelf. Ik meen het oprecht, ik heb zelf echt geen last gehad van overheating. Ik heb wel in de camera de overheating threshold omhoog gezet naar high. Wat er gewoon voor zorgt dat hij wat minder snel overheat. En ik heb ook niet hele lange sequenties geshoot. Ik heb meestal een burst van 2, maximaal 4 minuten geshoot. Af en toe in 60 frames of 50 frames of 25. Maar ik heb zelf oprecht geen overheating issues gehad. Ik heb wel van andere mensen gehoord dat af en toe gebeurt. Maar ja, ik was persoonlijk in een redelijk heet klimaat. Met 30 graden in de zon. En als je moet vergelijken hoe je normaal gesproken met een FX6 of een FX3 draait. En nu opeens met zo'n kleine compacte camera moest gaan filmen. Vergelijk eens met elkaar. Wat zijn de voor- en de nadelen van de ZV-E1 tegenover zo'n FX6 of een FX3? Ja. Is het dan met name alleen de compactheid? Zitten er opties op die misschien niet op een FX3 zitten of andersom? Mis je iets in de camera? Dat zijn heel veel vragen in één. Ja. Sowieso nummer 1, wat ontzettend fijn is met zo'n kleine vormfactor, is vooral als je op reis bent. Dus het is niet alsof je daar aankomt met een soort Sony Venice onder je arm met een backpack op en allemaal dingen. Dit is gewoon een amateur setup eigenlijk, zo lijkt het in ieder geval. Natuurlijk is het dat totaal niet, maar daardoor val je wat minder snel op, kan je wat meer subtiel improviseren dus en mensen vastleggen zonder dat ze denken dat ze ineens in een soort Hollywood film terechtkomen. Dat sowieso. Verder heb je natuurlijk hier, vergeleken met de A7S III bijvoorbeeld, geen viewfinder. FX3 heeft dat ook niet, waardoor alles gewoon nog compacter wordt. En super fijn dat je hier de flip-out screen hebt. Deze heeft natuurlijk dan geen dual SD-card slots.
alleen eentje. En ook niet CIF Express. Maar ja, daarvoor upgrade je dan natuurlijk als je dat nodig hebt naar een FX3. Maar ja, persoonlijk heb ik in ieder geval, als ik niet in 100 frames film of in All Intra met alle andere codecs op de max, heb ik daar helemaal geen last van een kleinere kaart. Plus, wat voor mij echt oprecht in zo'n kleine body een gamechanger is, of waardoor ik echt was verbaasd, is dat je dus in een 10-bit kleurcodec kan filmen. Wat echt bizar fijn is, omdat je daar zoveel nog mee kan doen in de post-production. Dus zodra je color correction hebt gedaan, kan je heel erg nog gaan spelen met kleuren en tinten en temperatuur. En je kan gewoon heel veel dat beeld nog pushen en de kant op duwen. Die past bij jouw verhaal. Ja, cool om zoveel insights en achtergrondinformatie te krijgen van jou over zo'n mooi project als de film die je gemaakt hebt in Marokko. Voor de mensen thuis, mochten jullie die film niet hebben gezien, ga hem zeker even checken. Hij staat op YouTube. Hij is echt het kijken waard. Om dan het hele verhaal rondom Marokko even af te sluiten. Een laatste vraag. Wat is het mooiste shot of het mooiste verhaal om een shot heen wat je nog met ons wilt delen? Ik denk de eerste shot waar ik toevallig nu net aan moet denken is een shot van een jongetje dat rent aan het einde van de film. Je hebt een jongetje van 6 of 7 die toen wij langs reden ging hij gewoon meerennen. Hij zag mijn camera en hij ging zwaaien en ik zwaaide terug. En toen ging hij ineens gewoon volop meerennen. En toen ging ik snel filmen en had ik soort van net gepakt hoe hij rent. Hoe hij in de camera kijkt, glimlacht en doorrent en uiteindelijk gaat hij uit frame. Ik vond dat wel echt een heel bijzonder moment. Ook gewoon heel erg kenmerkend voor hoe open de mensen daar waren. En hoe omarmend en vriendelijk iedereen was. Vooral in een beetje buiten de grote steden waren de mensen echt zo ongelooflijk warm en lief en gastvrij. Dus ja, ik denk dat het wel mijn lievelingsshot is. Natuurlijk, de main shot is het shot van het paard dat rent op het strand. Toen ik dat had, toen dacht ik ook al van, oh shit, dit is wel nice om te hebben. Ja, dan is dat denk ik genoeg over het hele Marokko-project. Super cool. En als je nu kijkt naar de toekomst, de nabije toekomst. Wat is een project wat nu in de pijpleiding staat? Wat komt eraan, iets op de korte termijn? Nou, ik heb, zoals ik zei, dus begin dit jaar eigenlijk ervoor gekozen om mijn tijdje even op YouTube te focussen. En social media over het algemeen. Om daar gewoon een beetje te proeven wat daar te pakken valt, zeg maar. En hoe dat mijn toekomst ook uiteindelijk zou beïnvloeden. Dus daar ben ik super enthousiast mee bezig. De volgende behind the scenes video die komt er binnenkort aan. En buiten dat zit ik net in het midden van een productie voor Nationaal Ballet. Omdat we afronden, ook op Sony geshoot. Op de FX3 hebben we dat gedaan. Dat was met de 1635 geshoot. Ook prachtige lens, 2.8. Daar ben ik mee bezig dus. En dan ga ik volgende week naar Frankrijk om een muziekvideoclip te shooten. En dan komen daarna nog wat reizen aan die ook spannend zijn. Dus best een drukke periode komt eraan. Zoals wel, altijd eigenlijk. Maar, ja. Altijd druk ben jij volgens mij. Maar het zijn wel leuke projecten waar ook weer energie van terugkrijgt. Ja, ik ben ook echt veel selectiever geweest de laatste paar maanden. In welke jobs ik aanneem of niet aanneem. En ik merk ook met YouTube, ik moet me daar echt op focussen. Want als ik daarnaast nog allemaal dingen voor klanten ga doen, dat gaat echt alleen maar opstapelen. Klinkt alsof er in ieder geval nog genoeg leuke dingen in de agenda staan. Ik wens je heel veel succes met al die projecten. Als je feedback nodig hebt, weet je me te vinden. Ik wil je heel graag bedanken voor dit leuke gesprek. Leuk om je nog wat beter te leren kennen. En aan iedereen thuis bedankt voor het kijken ook. Hopelijk hebben jullie er wat aan gehad. En mocht je nou nog de hele video willen zien die Raylan heeft gemaakt in Marokko, check dan zeker even de hele video hier. Jij ook. Jullie ook. Enorm bedankt. Ik heb hier echt veel meer van genoten dan ik dacht.